Oké, het is echt letterlijk een uur verder bijna. Oprecht. Iets meer met mij of heb ik dan heel stuk? Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die het kennen, ik ben Sarah Woord. Vandaag ben ik met mij BFF Isabel. De meeste van jullie kennen haar echt wel. Ja. Ja, we hebben echt een niet normale tafel met eten voor ons staan. Ja. Ik heb deze video samenwerkt met de Harbor Club. Voor de mensen die het kennen, het is echt super lekker restaurant. Het is echt van echt high quality eten. En ik heb dus in samenwerking van hun deze paasbox gekregen. En we hebben echt allemaal lekkere gerechtjes. Daar gaan we zo meteen doorheen en proeven. En ik heb het super leuk voor jullie. Jullie kunnen namelijk met de kortingscode SARA10 10% korting krijgen op jullie bestelling. Dus wil jij een ervaring van thuis uit eten van de Harbor Club of ja, dus een echt fancy restaurant, dan kan je dat doen met mijn kortingscode. Dan krijg je 10% korting, dus dat is best wel lekker op je eten. En we hebben echt sushi, tonijn, nou, we hebben hier eend. Rijst, eend, bolletjes. Super lekker. Het is super vers, want we hebben de meeste dingen echt gewoon net in elkaar gezet en gemaakt. Dus het is ook echt wel een leuk avondje dat je met je vriendinnen bijvoorbeeld dit lekker gaat zitten maken. Of als lunch, wat je wil. Zeker. Ze hebben echt een hele leuke variatie met allemaal soorten boxen. Nou, weet je, we gaan gewoon beginnen. Ja, ik heb er maar één broodje op en het is kwart voor vier. Ja. Oh, ik heb geen stokjes. Niet? Oh, hier. Oh. Oké, we gaan eerst gewoon aanvallen, want wij hebben echt honger. En hier ben ik echt het meest benieuwd naar. Er zijn tonijn tostadas. Ja, die zien er echt heel goed. We hebben ook echte gember, niet zo pastei, maar echt. Dit is echt wasabi bloeien. Ah, oh, wat zei je? Gember, ook wasabi bloeien. Dit is hele pittige wasabi. Die hebben ze altijd in die dure restaurants. Ja. En het is echt, daar moet je echt mee uitkijken. Het is heel pittig. Helaas, voor de mensen die me op Instagram volgen, zou Bo hier ook bij zijn. Maar het is veel later bezorgd als verwacht. Dus daardoor is Bo er niet bij, helaas. Ja, Bo had een uitje met te ver, hè? Ja. Dus was net te laat hiervoor. Ja. Ik zal even uitleggen. We hebben hier tonijn tostada's, we hebben beef tataki, een sushi roll met zalm. Maar ik heb de zalm eruit gehaald, want die hebben ze van zalm. Dus heb ik hier los, dus dan kan ik gewoon los eten. Ja. We hebben hier een beef roll. We hebben hier eend. We hebben net gegrild. We hebben hier zo'n webjes, bosuik, komkommer en een sausje. Spicy, boontjes en gefrituurde rijst. Wat is het gefrituurd? Fried rice. Oh, ik ben heel benieuwd naar. Oké, waar gaan we mee beginnen? Ik weet het niet. Ik ga even zo'n boontje proeven met spicy. Ja. Nou, zo lekker. Niet te spicy ook. Gewoon lekker spicy. Man, ik proef geen pittigheid of zo, maar een soort chili, big chili saus. Nou. Heel lekker. Nou, ik neem een lekker sushietje. Met saus. Nou, ik moet ze gelijk proeven. Ja. Oké, dat ook. Met beef zit hier op top. Ja. En er zit avocado in, komkommer hier. Ja. Dus ja, er zit echt een raar. Heel lekker. Dit beef is echt zacht. Heel zacht. Dit ruikt naar stro, maar je proeft het niet. Nee, ik proef hier echt niks van. Dus proef letterlijk naar niks. Nee. Oké. Ik ga dit niet één proberen, want dat is heel warm. Ja, dat wil ik ook wel proberen. Dus dan, ja, je hebt hier een soort wrapje. Dit is echt een super rare substantie. Ik weet echt niet wat het is. Nou, het is echt een soort rubber. Beetje als rubber of zo? Ja, ik weet het niet. Een beetje eend erop. Het is echt een soort kip, lijkt het net. Het lijkt echt een beetje op kip. Die stukjes zien er wel zacht uit. Ja, heerlijk. Ja, het ruikt ook gewoon naar kip. Ja. Lekker. Ja. Dan moet je een beetje van dit spul erop doen. Ja, een beetje komkommer en wat is dat nog meer? Bosuien. En een heel lekker sausje. Het is echt leuk dat je dit allemaal zo kan maken eigenlijk. Ja, echt grappig. Het sausje, wij houden van saus, dus lekker saus erop. Ja, wij zijn echt saus mensen. Dit ziet er wel lekker uit hoor. We willen ook vragen gaan beantwoorden, maar we gaan eerst altijd een beetje proberen. Ja, dus in dat proeven en dan kunnen jullie lekker genieten dat we gaan eten. Wat een rare wrap. Ja, ik vind het heel vreemd. Het lijkt net op een spring roll, hè? Ja, een beetje een spring roll idee inderdaad. Oké, nou cheer. Pas toe.
wel lekker. Maar waar het nou naar smaakt, die wrap, echt naar niks. Die wrap smaakt naar niks. Lekker. Alleen wat ik heel erg heb, het idee van eend vind ik raar. Oh. Ik weet niet. Maar snap wel wat je bedoelt. Maar het smaakt naar kip. Het is gewoon een eend is eigenlijk een soort kip eigenlijk. Ja. Alleen op het water. Ja. Wow. Nou, lekker. Ja. Wel lekker sausje. Dat maakt het wel echt. Ja. Wat gaan we dan doen? Ik ben wel een beetje benieuwd naar deze rijst. Rijst. Met de bootjes ook. Lekker. Niet heel bijzonder. Nee, gewoon wel lekker. Gewoon lekker voor erbij. Gewoon ja, bij een saus erbij. Dat is wel lekker. Het is wel echt een leuke ervaring gewoon. Ja, het is wel echt heel erg leuk. Als je gewoon met z'n tweeën lekker gaat eten. Dat je dan dit hebt. Je kan echt totaal niet uit eten. Een soort van nog idee dat je dit voelt een beetje uit eten. Lekker grote bak gember. Oh, mij zo hard bellen daarvoor. Ik hou echt van gember. Ik ga die andere sushi proberen. Ja, ik ook. Die ziet er ook wel heel lekker uit. Want er zit allemaal saus op. Nou echt, ik vind het fantastisch. Ik ook. Oh, lekker met zalm. Ik hou niet van zalm, maar die scrunchies erop. Heel lekker. Heel lekker. Oh, dit is echt een aanrader. Smelt op je tong gewoon die zalm. Ja. Heerlijk. Dat is wel goede kwaliteit. Ja, dat is echt heerlijk. Nou, dit vind ik ook heel lekker. Ik vind het gewoon leuk dat ze bij die wat duurdere dingen, zeg maar, restaurants echt lekker veel saus en dingen op doen. Niet zo karig. Niet zo kaal, maar gewoon echt. Met alles erop. Ja. Ja. Ik ben er nog één. Ja. Ik wil die als laatste proeven, want die me heel lekker lijkt. Ja. Oké, dan gaan we dit doen. Ja, wat is dat dus ook weer? Hoe heet het? Dit was beef tataki. Dus het is eigenlijk gewoon een soort hele dun gesneden beef. Oh. Een beetje dun gesneden vlees. Ja. Er zit ook een sausje op trouwens. Lekker. Gewoon lekker mals. Sausje is niet te overheersen, vind ik. Ja. Heel lekker ook. Heel lekker, ja. Ik vind die eend ook lekker hoor. Dat is ook heel lekker. Genieten. Zullen we een vraagje doen? Ja. Zijn er nog een beetje leuke... Oh! Ja. Ik gooi het aan. Oké. Wie zou van ons eerst kaal gaan voor 400 euro? Zo. Ik niet. Ik denk ik. Ja, jij eerder. Nou, zou je dat doen voor 400 euro? Nou, niet voor 400 euro hoor. Hoeveel wel? Nou, een paar duizend. Ja, maar dat ga je nooit krijgen. Nee, dus. Maar voor een paar duizend zou ik het... Hoeveel duizend? Nou, 10. Ja. Dan zou ik het ook doen. Ja, oké. Okay. Nee, ja. Ik zou het misschien ook wel als ik nu gewoon 3000 euro krijg of zo. Nee, zou ik niet doen. Maar jij zou het wel eerder doen, sowieso. Ja, ik zou het eigenlijk ook niet doen. Maar even, als ik moet kiezen. Maar komt ook wel omdat ik natuurlijk minder erg met mijn uiterlijk bezig ben. Ja. Jij moet voor Instagram en zo. Dat doe je niet. Maar ik wil niet kaal te worden hoor. Nou, pruik dragen. Ja, dan zou ik een pruik dragen. Oh, inderdaad, zou ik een pruik dragen. Nou, je hebt best wel een mooie pruik hoor. Klopt. Wat is iets wat je echt later wil meegeven aan je kind? Oh, dat is een goede vraag. Ja, voor mij echt. Wees jezelf. En hou van jezelf. En doe waar je eigenlijk van moet. Ja. Echt dat. Fuck mensen gewoon. En leef gewoon je eigen leven. Ja. Want je merkt gewoon dat nu iedereen zoveel met je bemoeit. Ja, dat is wel een goede inderdaad. Gewoon doe wat je wil. Doe waar jij gelukkig van wordt. En dan komt alles vanzelf wel. Ja, inderdaad. Ja, dat vind ik ook wel. Je zou nooit verplichten van, oh, je moet echt hogeschool hebben. Nee, dat is ook niet doen. Maar sommige mensen hebben dat thuis, maar ik heb dat thuis ook niet per se. Nee. Ze zeggen gewoon, als jij je is opleiding in je leven, ja, dan moet je gewoon stoppen of weet ik veel. Ja, klopt. Ik ken ook iemand die mag van de ouders gewoon niet stoppen van school. Echt heel smaakvol allemaal. Ja, het is echt heel smaakvol. Gember, zo lekker. Oh mijn god, deze sushi valt helemaal te maken.
Ja, ze vallen wel een beetje uit elkaar. Oh. Ja. Mmm. Zo lekker. Zullen we die proeven voor het schelpen zacht worden? Oké, dit zijn een soort... Het is lekker wel een kroephoekschelpje. Ja. Het is denk ik ook wel 500 keer lekker, omdat we het echt lang niet hebben gegeten. Ja, dit is 4:15 en dit is eigenlijk... ons lunch. Ja. Ik heb 1 broodje op vanochtend. Ja, ik 2 cracker. 2 mij vanavond. Ja. Nou. Cheers! Oh, dat is echt knapperig nog. Ja. Huh? Ik kan het niet plaatsen. Ik proef zoveel door elkaar. Ja. Je proeft echt een soort guacamole, maar ook een soort fris. Die tomaten. En die crème of zo. Ja, maar wel lekker. Mm-hmm. Heel sausig. Ja. Het is echt apart. Ik proef 1 keer dat en dan in 1 keer proef ik weer wat anders. Nou, ik proef niet heel veel. Nee? Jawel. Ja, ik proef heel erg limoenig. Limoen? Ja. Ja. Ik proef heel veel door elkaar. En ik proef die schel. Mmm. Apart. Ik had het niet zo verwacht. Ik ook helemaal niet. Het is heel fris eigenlijk. Heel limoenig. Ja. Limoentaart. Ja. Zou je het echt een lunch, brunch achter vinden of meer avondeten? We hebben wel meer avond, denk ik. Ja, hè? Ik vind het best wel veel. Ik vind het ook best wel veel. Maar het is, omdat wij natuurlijk moeten werken, anders hadden we het avondeten gedaan. We hadden ook liever als avondeten. Maar ik vind het lekkerder. Volgens mij wordt het ook wel meer als avondeten geboden. Maar dat wordt de hele dag door kunnen bezorgd worden. Maar het kan gewoon in een box en het kan gewoon in een koelkast, zeg maar. Ja. Dus. We hebben nog toetjes, hè? Oh my god, ben je vergeten! Mm. En er zat nog iets bij. Dat was een soort vis. Oh ja. Maar die heb ik eigenlijk niet gedaan. Nu eet haar zalm. Want die hou ik niet zo van zalm. Dus ik dacht, ik kan niet helemaal een zalm gaan bereiden. Maar daar heb ik niks aan. Want ik ga het in mijn eentje eten. We hebben al super veel eten. Daardoor, maar het zit er dus ook nog bij. Ja, dus het is wel echt veel. Het is wel veel. Ik had het niet verwacht. Mm. Allemaal aparte dingetjes of zo. Ja. Allemaal, ja, ik vind het heerlijk om allemaal verschillende smaken te hebben. Ik ook. Deze wat vind je het lekkerst? Ja, dat wil ik ook aan jou vragen. Ik weet... Ik deze sushi. Ik vind ook sushi aan. Deze echt. Oh, zo lekker. Sushi is altijd goed. Sushi heeft zo'n lekkere smaak. Ja. Als ik ergens eet en er staat sushi, dan wil ik gewoon die sushi houden. Echt. Mmm. Die zijn zo lekker. Die crunchjes. Mm-hmm. Ja. Ja. En een vraag aan je. Wat zou je iets willen van de ander wat jij niet hebt? Wow. Ik denk... Mijn tiete. Ik weer kont. Maar ook als qua karakter ook. Misschien inderdaad dat jij heel makkelijk dingen kan zeggen, zeg maar, wat je vindt en zo. Dat zou ik heel graag van jou willen hebben. En ook een beetje die discipline voor school, echt dat harde werken en zo. Dat heb ik ook wel qua werk, maar met school niet echt. Nee. Dat zou ik ook wel van jou willen. En van je uiterlijk. We lijken ook best wel veel op elkaar. Ja. Dus niet dat ik denk van, oh, ik ben ook echt dronken, we hebben dronken ogen. Nee, we hebben allemaal heel erg hetzelfde. En ik bedoel, we zijn een beetje hetzelfde figuur. Ik heb iets groter kont en jij iets groter tieten. Ja, dus we passen elkaar. Ja, we compenseren. Nou, jouw tieten zijn niet te compenseren. Nou, jouw kont. Mensen, dat is echt niet normaal. Nou, van binnen, wat ik van jou wil. Ja. Jij bent heel gezellig. Ja? Ja, je bent echt altijd een soort van... En de groep wel echt gewoon die gangmaker, maar die gezelliger. Weet je wel, als jij binnenkomt, is hey, ze wel eens binnen. Weet je wel? Dat vind ik altijd wel leuk aan jou. En ja, dat je ook heel lief bent. Je bent heel eerlijk. Ja. En dat kan je jou nadelen, maar je bent wel een heel eerlijk persoon. Ja, heel lief. Ja, jij zou nooit iemand naaien of je houdt. Jij kan niet tegen onterecht. Nee, dat kan ik kan echt niet tegen. Dus dat is heel mooi. En je hebt bijvoorbeeld goede mensen om je heen die daar bijvoorbeeld geen misbruik van maken. Nee, klopt. Maar dat is wel, vind ik, echt een mooie kwaliteit van jou. Wat ik misschien ook wel wat meer kan hebben. Nou, wat een liefde. Ja, echt hè. Nee. Als je de rest van je leven altijd hetzelfde moet eten, wat zou het dan zijn? Wow. Sushi, denk ik. Ik wou het ook zeggen, maar dan dacht ik van... Je hebt heel veel variatie in sushi sowieso. Ja, maar word je dan niet fucking dik? Stel je eet elke dag sushi. Ja, ik weet je niet. Moet eigenlijk iets eten wat lekker is. Maar wel gezond. En een soort gevarieerd. Ja, maar ja, stel je. Ik kan gewoon misschien
Nee, als ik elke keer bloemkool met aardappel en kip eten, wil ik ook niet. Nee. Ja, maar er is niet. Maar over één ding eten al heel de dag, hè? Ja, dan word je gek. Dan hoef je ook echt geen sushi meer, hoor. Dan kot je dat ook uit. Ja, één ding mag eten. Nee. Heel apart. Ik zit gewoon al vol. Ik zit ook al vol. Gewoon omdat we het zo lang niet gegeten hebben. Ja. Ik vind wel lekker dat allemaal daar een beetje lichte hapjes zijn. Oh, nee, niet corona. Zit die deden nog? Ja, coronavirus. Nou, ze hebben echt geluk dat ze dingen proeft. Want ze proefden, zeg maar, niet heel veel meer. Maar ik denk wel minder als jou, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Ik proef wel dat het lekker is, zeg maar. Maar echt smaken heb je veel minder. Ja, sowieso. Ja. Ik zit ook echt op voor. Ik ook, echt. Hoe is mogelijk? Ja, maar vreet het echt. Ja, maar ik eet zo weinig. Ik heb ook toen corona had echt zo weinig. Ik had zo geen eetlust. Nee, dat had Bo ook. Dat weet ik nog. Ze zei ook tegen mij, want wij gingen toen wandelen, weet je wel. Toen zei ze, ja, normaal heb ik echt honger nu, maar ik heb echt geen trek terug. Oh shit. Dat vind ik nu als Bo. Nee, dat vind ik altijd eten. Bo. Maar ik dacht, ja, joh, je zit je zo gek te maken hier. Jij dacht, oh. Ik dacht, en op een gegeven moment zat ze in de auto. En toen zei ze, ja, ik voel me toch niet helemaal lekker. Dus jij zei, joh, maak je nou niet zo druk. Ja. Dan zit je alleen maar druk te maken, zei ik. Volgende die middag thuis, volgende dag, corona. Ja. Ik gelukkig 2 keer negatief. Ja. Je hebt echt geluk gehad. Maar misschien ben jij gewoon nog wel immuun. Welke leeftijd zou je graag overnieuw willen doen? Wow. Stel dat het kan. Ja, wat zou jij doen? Wij zitten nu wel echt op een leeftijd van dat ik later deze leeftijd niet zou willen doen. Vooral met corona en zo. Ik wil het echt wel inhalen. Maar dan zou ik misschien toch 15. Dat je net alles gaat ontdekken en dat alles heel spannend is nog. En alles is nog leuk en nu, ja, je gaat maar zijn. Maar ik kan het ook weer niet. Maar dan kon niks. Je kan niks. Ja, dat wel. Anders moest je stiekem doen en zo. Misschien het jaar dat ik 18 was. Toen was alles nog open. Ja, inderdaad, toen ik 18 was. Of dat ik heel jong was. Ja, een jaar of een basisschool is. Ja, gewoon 10 of zo. Gewoon geen stress, zeg maar. Gewoon met de enige stress. Ja, de stress dat ik had was rekenen 1 keer in de week. Ja, dat is rekenhuiswerk. Van 10 vragen. Nou, dat was een opgave, joh. Die fucking 10 vragen. Helemaal stoer dat ik huiswerk had. Ja. Huiswerk was zo stoer. Ik ga nog op 7 en dan krijg ik huiswerk. Dat vond ik echt heel stoer. Echt, iedereen zit hier hele te kijken. Iedereen hier langs loopt zit te kijken van wat de fuck zijn we aan het doen. Vinden wij dat wij een glow-up hebben gekregen de afgelopen 2 jaar? Nou, hell yeah. 2 jaar. Toen was je? Toen was ik 17. Ik 18. 3. Toen ik 18 was, heb ik een glow-up gehad. Ik voel me steeds hetzelfde. Jij bent echt precies hetzelfde. Ja, hè? Ook al toen we 16 waren, vind ik jou. Ja. Alleen je slokjes, maar verder ben jij precies hetzelfde. Ik heb echt anders, maar dat komt ook door mijn haar. Toen had ik echt heel stel, lang, bruin haar. En je droeg niet zo heel veel make-up? Een heel andere soort make-up dat ik droeg. Zo, die kleding, what the fuck? Aan gewoon. Nou, jij zag er nog wel leuk uit. Zeg maar, we hebben niet allebei dat, stel je zou ons 2 jaar niet gezien hebben. En je zou ons nu zien dat je denkt van, jezus, ben jij veranderd? Nee. Dat hebben we ook niet. Dat leuk. Ja, je ziet wat volwassener uit. Joh, wat? Wat is dat, joh? Wat vind jij het minst lekkerst? Ik denk die rijst. Ja, die rijst. Gewoon nasi-achtig, ja. Het is niet vies, maar het is gewoon niet heel bijzonder, gewoon lekker. Oh. Nou, mijn ouders kunnen hier nog wel van eten. Ja. Nou, ik hoef echt niet meer aan. En de toetjes, daar hebben we altijd nog ruimte voor. Ja, dat wel, maar. Ik heb weer genoeg. Oké, kijk eens hoe gaaf het is, jongens. Dit is een goudzaag. Ja. Dit is chocolademousse. Oh. Echt cool. En dit moet je dus breken. Oké, dit moet je even filmen. Ja. Ik dacht, er komt echt hele... Oh, ja. What the fuck? Hè? Ik ga gewoon zo'n stuk afbreken. Nou, als je dik wil worden, moet je echt dit eten. Ja. Hé, je ziet ook... Kamillencreme. Mmm. Mmm.
Heel leuk concept is dit. Ja, dit is zo leuk. Ja. Nou, dat is echt veel eten hoor. Met zo'n mega toetje erbij. Moet je kijken. Hoe groot. Daar heb je zo'n broodje erbij. Ja. Daaronder zit zo'n brownie. Nee. De bodem is van brownie. Ik vind met frambozen heel lekker. Ja, ik ook. Echt heel lekker. Er zitten balletjes in ofzo. Ja, wat is dat? Crispy. Crispy balletjes. Dit zou je nog wel eens twee kunnen opeten, maar ik ga het niet doen. Nee, dit kan op, maar dit nu stoppen. Het kan op, maar we stoppen, want het wordt echt dik. Het was wel echt een goede afsluiter. Zo. Het smaakt, het is echt, het neutraliseert op al die smaak. Het heeft echt zoveel smaken. Mm. Nu gewoon even een beetje chocola. Dicht, hups. Echt super leuk concept. Echt super leuk nu er geen restaurants zijn dat je zoiets kan bestellen. Ja, dat sowieso. Echt heel erg lekker. Dus wil je dit, kijk sowieso naar de link in de beschrijving. En je kan bij de kortingscode ZAATING invullen. Dan heb je 10% korting op je bestelling. Het is ja. Wel leuk om gewoon ook een beetje je local restaurant een beetje te supporten. Want sowieso. Ik vind het echt het allerergst voor de horeca dat ze dicht zijn. Ik ook. En ze hebben gewoon allemaal dit soort gave dingetjes. Ik vind het dat je dat echt gewoon eens in de tijd een keertje moet bestellen. Gewoon puur ook voor hun. Ik hoop dat jullie video ook leuk vonden. Dat alles was normaal. Ja. Dat alles was normaal. Maar wel heel leuk. Ja. Echt leuk om deze nieuwe dingen uit te proberen. Ik ook. Sorry. Nou, wil ik jullie ook bedanken voor het kijken. Vond je video dan leuk? Vergeet dan zeker niet om naar de link omhoog te geven. Vergeet ook niet om mijn kanaal te abonneren en ons te volgen op Instagram. Dat staat hier in beeld. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Let me know in de comments of ik dit vaker moet doen. En dan, zie ik je de volgende keer. Doei! Doei!